Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie nieuwe producten laten zien van Catrice. Catrice heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is in februari, dan heb je de lente- en zomerproducten. De tweede update is dan in augustus en dan heb je de herfst- en winterproducten. Nou, het is nu natuurlijk februari geweest. Dat betekent dat er nieuwe producten in het assortiment zitten. En toen ik het persbericht kreeg, was ik gelijk erg enthousiast over een aantal producten. Waarvan ik dacht van, nou, het ziet er goed uit. Dan is het natuurlijk altijd even afwachten of het in het echt er ook zo goed uitziet. Maar ik heb toch een aantal producten waar ik zelf heel nieuwsgierig naar was. Er zijn heel veel YouTubers die hebben eerst indrukvideo's gemaakt over producten van Catrice. Dat ga ik niet doen. Ik ga de producten niet swatchen. Ik ga mijn producten reviewen op mijn blog. En als ik ze nu zou gaan swatchen, ziet dat er niet meer mooi uit op mijn foto's. Dus ik ga ze gewoon aan jullie laten zien. Mocht er nou artikelen bij zitten waarvan je denkt, wauw, daar zou ik wel snel een review van willen zien. Dan kun je dat altijd even aangeven bij de comments. Want dan kan ik die altijd even naar voren halen voor de review. Als je benieuwd bent naar de producten waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben, zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig met mij mee. Ik heb mijn koffertje erbij gepakt waar ik altijd de nieuwe producten in stop. En hier zitten dus de producten in van Catrice. Dus ik ga gewoon eventjes dit neerzetten en ga ik ze gewoon één voor één aan jullie laten zien. Ik heb hier een Matte Stay Power 18 Hours. Dit is een poeder die waterresistant is. Je huid matteert en er zit antioxidants in. Ik heb de kleur 005 Ivory Beige. Ik moet zeggen dat ik de binnenkant heel erg mooi vind. Er staat Stay in. Dat vind ik altijd best wel mooi gedaan, zeg maar. Als er een, of een patroon in zit, of in dit geval tekst. Dus dat ziet er al heel erg mooi uit. Hij is lekker licht, want ik ben er toch achter gekomen dat lichte kleuren gewoon beter bij mijn huid passen. Dus dat ziet er zo op het eerste gezicht wel heel erg mooi uit. Hier ben ik zeker heel erg benieuwd naar of die ook daadwerkelijk de 18 uur gaat halen die wordt beloofd. Maar deze vond ik zoals ik al zei, goed uitzien. Dus ben heel erg benieuwd. Dan hebben ze nieuwe oogschaduwpaletten in het assortiment. Voorheen zaten de Absolute oogschaduwpaletten in het assortiment. Daar was ik altijd heel erg enthousiast over. De laatste tijd ietsjes minder. Als er nieuwe paletten bij kwamen, dan was het pigment toch niet zo best als de beginpaletten uit die collectie. De Absolute paletten zijn inmiddels allemaal uit het assortiment. En die hebben ze dus vervangen voor vier nieuwe. Allereerst de Essential Nudes. Het is deze. Deze heeft de naam 010 Renewed My Style. Achterop de verpakking staat hier nog wat tekst. En je hebt een afbeelding met een tutorial waar je wat zou kunnen gebruiken. Dan heb je ook een Light and Sculpt kleur. En 8 kleuren zitten erin. 8 nude kleuren. Ik zie sowieso shimmer kleuren. Ja, volgens mij mat en shimmer. Ja, mat en shimmer kleuren. Dat vind ik altijd wel fijn als er ook matte kleuren in zitten. Dus wel heel erg benieuwd naar dit pigment ook. Dus deze ziet er al wel heel erg mooi uit. Het zijn stevige paletten ook. De verpakking is gewoon stevig. Dus het ziet er op zich veelbelovend uit. Dan hebben ze de Nude Blossom. Deze heeft de naam 010 Blossom and Roses gekregen. Ook deze ziet er echt prachtig uit, moet ik zeggen. De Light and Sculpt kleur, die heeft elk palet uit deze vier. Deze heeft dus inderdaad meer ook roze kleuren. Even kijken. Hier zijn ook shimmer en mat zo te zien. Als ik het zo goed bekijk, zit er... Dit is een shimmer kleur. Volgens mij is de rest aardig mat. Maar dat kan ik natuurlijk pas zien bij het swatchje. Ik vind de naam ook wel leuk bedacht. Ook leuk met die gekleurde letters op de voorkant. Dan de Modern Matte. Deze heeft de naam 010 The Must Have Mattes. Nou, deze heeft dus alleen maar matte kleuren. Ook wel heel erg leuk trouwens, die kleurcombinatie zo moet ik zeggen. Ik denk echt wel dat je heel veel verschillende looks kunt creëren met deze paletten sowieso. Dan de laatste, dat is de... Precious Copper.
Deze heeft de naam 010 Metallics gekregen. En die ziet er zo uit. Deze heeft alleen maar schuimkleuren. Hier zitten geen matte kleuren in. Als ik het zo even snel bekijk. Nee, alleen maar schuimkleuren. Maar ik vind dat toch ook wel heel erg mooi. Ook met deze zie ik al heel veel mogelijkheden. Dus deze vier nieuwe paletten. Daar ben ik sowieso heel erg benieuwd naar ook. Omdat die er gewoon heel veelbelovend uitzien. Dus ik hoop ook echt dat ze zo goed gaan zijn als dat ik hoop dat ze zijn. Dan deze foundation. Dit is de 24 Hour Made to Stay. Hun noemen het make-up, maar het is gewoon foundation. Dit is een foundation die 24 uur belooft te blijven zitten. Hoge dekking geeft en ook mat is. Ook hier zit antioxidants in. En ik denk dat deze heel erg goed te combineren is met de poeder. Die passen heel goed bij elkaar. Ik heb ook dezelfde kleur genomen. Dit is ook de 005 Ivory Beige. Hij is waterproof. En er zit gewoon een handig pompje aan, wat ik heel fijn vind. Ziet er heel goed uit. Ik ben over het algemeen op zich wel heel tevreden met de foundations van Catrice. Ik vind ook de verpakking altijd wel mooi, zo'n mooi mat flesje. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of die ook echt waterproof gaat zijn. Ja, ik kan het daar even op houden. Dat ben ik wel, vind ik wel spannend eigenlijk. Dan heb ik dit product. Dit is de Prime & Fine Makeup Transforming Drops. Dit is de Lightning. Hier heb je verschillende kleuren van. Dit zijn druppels die je in je foundation kunt doen. Om je foundation lichter te maken. Stel je hebt een foundation die te donker is voor je huid. Kun je door middel van deze druppels kun je hem lichter laten lijken. Ik ben wel heel benieuwd of dat dit gaat werken. Even kijken ook hoe dit zit. Oh ja, je hebt gewoon een klein tuutje zeg maar. Waar ook niet al te veel product uitkomt. Als ik het zo zie, gewoon een klein gaatje waar je dus het product uit krijgt. Ik heb dit zoiets ook eigenlijk nog nooit gezien. Ik weet niet of andere merken dit wel hebben. Maar dit is voor mij het eerste low budget merk waar ik dit dus bij zie. En ik ben echt heel erg benieuwd of dat dit gaat werken. Dan kwam er ook een nieuwe primer in het assortiment. Dit is de Prime & Fine Instant Luminous Finish. Dit is de Nude Glow Primer. Liquid Skin Illuminator Long Lasting with Pomegranate Oil. Ik ben over het algemeen heel tevreden over de primers van Catrice. Ze hebben al verschillende primers in het assortiment. En deze, ben ik wel heel benieuwd of die inderdaad een glow geeft. Glow, hoor je mij nou? Een glow. Oh, kijk, dit is nou nog super. Kijk, ze hebben hier nu ook een beschermfolietje opgedaan. Zodat dat je hem eigenlijk gewoon nog niet kunt testen in de winkel. Dat is wel super fijn. Want zo weet je dus altijd of dat je een nieuwe hebt. Het is toch vaak zo dat de producten niet echt bijvoorbeeld niet in plastic zitten. Dus je kunt ze heel makkelijk testen in de winkel. Maar nu weet je zeker dat je echt een nieuwe hebt. Dat vind ik wel echt super fijn. Ja. Ik ben benieuwd of die doet wat hij belooft. Het is gewoon eigenlijk om een. Het is een subtiele getinte primer. Nou. Voor een natural looking glow. Je kunt hem alleen gebruiken of onder make-up. Dus nou, dat is. Ja. Heel leuk. Het ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. De verpakking ook echt wel een beetje glowy zo. Ik denk dat het op de camera niet echt overkomt. Maar ja, de verpakking ziet er in ieder geval goed uit. Dan heb ik de Prime & Fine Instant Line Smoother. Dit is een product die fijne lijntjes verdoezelt voor onder de ogen. Onder je ogen moet je altijd heel erg uitkijken omdat de huid wat dunner is. Ook met concealer is dat vaak dat je eventjes moet uitkijken. Vaak heeft er ook net een andere structuur nodig. En dit is dus eigenlijk gewoon een soort concealer die je gewoon onder je ogen kunt gebruiken. Under Eye Optically. Het heeft gewoon ook een, kijk, sponsapplicatortje. Lichte kleur, volgens mij hebben ze hem ook maar in één kleur. En die kun je dan onder je make-up gebruiken. Dus ik ben benieuwd of die fijne lijntjes weghaalt. Ik gebruik zelf altijd wel gewoon concealer, maar ja, ik snap op zich wel dat zo'n product uit is gekomen. Want het is vaak moeilijker om de kleinere lijntjes wat weg te laten vervagen. Dus of het echt gaat werken, dat
zou heel tof zijn natuurlijk als je echt gewoon de lijntjes minder gaat zien. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dan hebben ze ook een aantal nieuwe mascara's. Ik heb hier de Rock Couture 24 Hour Extreme Volume Mascara in de gewone versie. Dat is deze. En de waterproof variant. Ik ben altijd wel heel erg dol op waterproof mascara. Ik vind de verpakking heel erg mooi, moet ik zeggen ook. Die dop zo, dat geeft, straalt best wel wat luxe uit. Ik vind dat altijd, ja, heel erg mooi. Wauw, dit borsteltje ziet er ook super goed uit. Echt veel volume. Kleine haartjes. Ik denk dat hij veel volume gaat geven. Ik zeg wel veel volume, maar dat denk ik. Dat hij echt wel behoorlijk wat volume gaat geven. En ja, die heb ik dan ook in een waterproof variant. Ik wil dan ook wel even testen of dat hij echt waterproof is. Want dat is altijd de vraag. Ik ga even kijken of dit borsteltje dan hetzelfde is. Ja, precies hetzelfde. Ook lekker veel haartjes. Nou, ik vind die borsteltjes zien er wel heel goed uit, moet ik zeggen. Heel nieuwsgierig naar. Dan hebben ze ook een nieuwe Glam & Doll mascara. De Glam & Doll mascara hadden ze al in het assortiment. Maar nu hebben ze een Sculpt & Volume mascara daarvan uitgebracht. De verpakking is eigenlijk niet veel veranderd. Ter optie van bijvoorbeeld een eerdere. Volgens mij is die paars. Het is meer roze. Maar de vorm is hetzelfde. Ja. Belooft ook weer voor volume. Dus ik ga even het borsteltje bekijken natuurlijk. Want dat is wel belangrijk. Ja, ook weer veel kleine haartjes, maar ik denk toch dat je minder volume met dit borsteltje gaat creëren als bijvoorbeeld met het borsteltje van de Rock Couture mascara. Maar, nou ja, dat is natuurlijk op het eerste gezicht als ik het zo zie. Maar dat moet ik afwachten met het proberen natuurlijk. Maar over het algemeen ben ik altijd wel dol op die Glam & Doll mascara, dus deze wil ik ook zeker proberen. Dan is er ook een nieuw blushproduct in het assortiment. En dit is de Light & Shadow Contouring Blush. De verpakking vind ik er al heel mooi uitzien. Ook zo met dat soort grijze, zilveren logootje er zo bij. Dit is de kleur 030 Rose Propose. Ook de binnenkant ziet er mooi uit. De CA van Catrice staat erin. En deze kun je dan gecombineerd gebruiken met contouring staat erbij, light en shadow. Dus je zou hem inderdaad bijvoorbeeld de donkere kleur misschien ook wel een beetje als contourkleur kunnen gebruiken. En dan de lichte als blush zelf, maar gecombineerd misschien ook wel. Ga ik even mee puzzelen hoe ik dat het mooiste ga vinden. Maar ja, ik vind hem er zo heel mooi uitzien. In ieder geval, volgens mij hebben ze hier ook meerdere kleuren van. Ik vond persoonlijk deze kleur het mooiste, maar ik dacht dat ze nog één of twee kleuren ervan hadden. Dus er zit altijd wel een kleur bij die bij je huid past. Dan denk ik, zou ik zeggen, ik zie mezelf heel erg schitteren zo in dit zilveren dingetje. Maar hier ben ik heel erg benieuwd naar ook. Dan hebben ze een Liquid Luminator Strobing Pen. Dit is een highlighter pen. En dit is in de kleur 010 Sleeping Beauty's Rose. En even kijken hoor. Of ik hem open krijg. Ja, dit is gewoon weer zo'n pen met zo'n borsteltje. Borsteltje. Met haartjes zeg maar. Die je gewoon... Hier moet je het product dan uitdraaien. Dat is vaak al wel een beetje moeilijk. Maar als hij eenmaal op gang is, dan doet hij het ook gewoon goed. Ik ben op zich wel fan van highlighters ook in een stickvorm. Het is dan meer, stick, kwastje, hoe je het noemen wil. Maar op zich vind ik dit er al wel heel mooi uitzien. Dus als hij ook een beetje die kleur gaat geven, ben ik daar wel heel benieuwd naar. Dat is dan een beetje lastig om te zien natuurlijk. Dat is gewoon heel erg afwachten tijdens het swatchen wat de kleur gaat doen. Volgens mij moet je dit ook eigenlijk officieel aanbrengen over je foundation heen en dan naar je poeder eroverheen. Maar ik denk dat dan de kleur een beetje wegvalt. Dus vaak kies ik ervoor om het gewoon eroverheen te gebruiken en heel goed uit te smeren. Maar dan klooi je nogal. Ik ga gewoon kijken of dat dit gewoon werkt. Maar het ziet er wel goed uit, zo te zien.
Dan hadden ze ook een nieuwe topcoat. Dit is de Highlight topcoat. Ik was op zoek naar een nieuwe topcoat. Nieuwe topcoat, ja. Mijn topcoat was op. En ik zocht een nieuwe. Ik wilde eigenlijk gewoon een doorzichtige, maar die kon ik niet vinden. Toen zag ik deze. Dit is de Highlight topcoat. En dit is dus een topcoat die eigenlijk gewoon een glinsterend effect geeft over je nagels. Wat wel heel erg mooi kan zijn. Je ziet het ook al een beetje. Dus ik ben wel benieuwd wat het effect echt gaat geven. Maar ja, een topcoat is een topcoat. En ik ben wel benieuwd. Het lijkt... Ja. Het lijkt of er een kleine shimmer in zit. Maar dat kan ik natuurlijk pas beoordelen als die over mijn nagels heen zit. Dan hebben ze deze eyeliner nieuw. Dit is de Liquid Gel Cushion Eyeliner. Ik had zelf altijd de gel eyeliner. En... ik wilde daar eigenlijk een nieuwe van hebben, want mijn eyeliner was op en die vond ik altijd heel erg fijn. Maar helaas zag ik die niet meer in het assortiment, dus ik weet niet of die nou uit het assortiment is gegaan. Want op de website staat die nog wel gewoon, dus dat is een beetje de vraag. Maar toen kwam ik deze tegen en een cushion eyeliner. Oh ja, dit is met zo'n... Ja, het is gewoon zo'n soort sponsje wat erin zit. Ik ben wel benieuwd... Of wat dat dan gaat doen. Moet ik wel trouwens gelijk zeggen dat dat dan ook wel weer heel erg in combinatie ligt met Essence. Want ik weet dat Essence ook zo'n eyeliner nieuw heeft. Dus ik ben benieuwd of die veel pigment gaat geven. Maar ik hoop ergens toch ook nog dat die andere eyeliner terugkomt. Omdat ik die gewoon zo als standaard dagelijkse eyeliner gebruikte. Dit is de 010, de Black Sheep. Volgens mij hebben ze hem ook maar in één kleur. Gewoon zwart. Zwart. Ik hou van zwarte eyeliner, dus dat is prima. Dus de cushion eyeliner. Dan hebben ze een aantal nieuwe lipproducten in het assortiment zitten. Ik heb hier de lip cushion. De lip cushion. Dit is de kleur 040 Absolute Raspberry. En die ziet er zo uit. Het is dus een product met een sponsje. Maar is deze al een beetje geprobeerd zwartje als ik het zo zie. Hier komt het product dan uit, moet je omhoog draaien en dan komt het dan uit. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat dit een... Het is een creamy lip gloss met avocadoolie. Oké, dus eigenlijk verzorgt hij ook gelijk. Dan ben ik ook wel heel erg benieuwd of die heel erg glimmend gaat zijn. En of dat gaat werken met dat sponsje. Want dat ben ik eigenlijk wel benieuwd of dat een beetje fijn aanbrengt. Dus sowieso deze is dan nieuw. Dan hebben ze een Ombre lipstick. En dit is de Ombre Two-Tone. Ik vind de verpakking wel heel mooi hoor. Met die gouden letters. Goud rosé. Ja, dat ziet er wel heel tof uit. Even kijken welke kleur dit is. Staat dat er? Oh, dat staat hier. Nou ja zeg. 010 Rockabilly Rosewood. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Dat ziet er dan zo uit. Het is dus de bedoeling dat je de bovenste kleur echt zo aanbrengt. En dan de onderste kleur weer zo. Dat je echt twee kleuren bij elkaar krijgt. Ik hoop dat het aanbrengen een beetje lukt. Want dat ziet er best nog wel lastig uit. Even kijken als ik hem zo omhoog draai. Kijk, dan zie je heel goed dat hij tweetonig is. Ik ben wel benieuwd of dat werkt. Ik vind het wel heel erg leuk bedacht. Alleen even kijken of dat aanbrengen ook een beetje... handig gaat zijn. Waar ik ook heel benieuwd naar was, dat was de Instant Lipstick Mattifier. Dit zit in een potje. Dit is een soort matte topcoat die je over je lippenstift kunt aanbrengen. Het heet 10010 Matte is More. Dat ziet er dan zo uit. Het lijkt een soort... Ja. Het lijkt op een soort vaseline als je het zo ziet. Maar het is dus een, dit kun je over je lippenstift heen aanbrengen. Zo kun je eigenlijk gewoon elke lippenstift kun je mat maken. Ik ben zelf heel dol op matte lippenstift. Ik hou er heel erg van. Ik vind het wel heel erg handig dat ze nou zo'n product hebben uitgebracht. Ik ben ook wel heel erg benieuwd of dat dan gaat werken. Het ziet er echt een beetje vaseline-achtig uit. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat het ook heel vet gaat aanvoelen. Of dat het misschien wel heel erg droog is. Even kijken of ik nog wat anders erover kan vinden. Matte lippenstift topcoat. Nee, er staat verder niet zoveel informatie op. Maar ja,
ik ben toch wel heel benieuwd hoe dit gaat zijn, jongens. Want als dit echt werkt, dan is dit natuurlijk top. Vooral als je van matte lippenstift houdt. En ja, ik hou de laatste tijd gewoon meer van matte lippenstift dan van hele glimmende. Dus het zou top zijn als dit werkt. Dan waren dit alweer alle nieuwe producten van Catrice waar ik heel benieuwd naar was. Ben, moet ik zeggen. Laat me zeker eventjes weten welke producten je zelf al hebt getest van de nieuwe Catrice collectie. Of welke je zou willen proberen. Ook als er producten bij zitten waarvan je zegt, daar zou ik heel snel een review van willen zien. Kun je het ook even achterlaten in de comments, zodat ik daar rekening mee kan houden. Met het plannen van de blogberichten die online gaan komen. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe even een duimpje omhoog. Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot heel snel weer. Doeg!